Na 4 jaar ploeteren op de TH vond ik het toch tijd om op eigen benen te gaan staan. En ook eens wat aan mijn carrière te gaan doen. Dat deed ik via het bedrijf GSI, die me meteen te werk stelde in Egypte voor een jaar. Hetgene wat ik altijd had gezocht, leek ik gevonden te hebben. Het seismische basiskamp. Het kamp van de lokale werknemers. Het enige toilet in het kamp, een gat in de grond. Het boren en meten van een uphole. De seismische recording unit. De vibrators die door vibratie trillingen de aardbodem injagen en die dan uiteindelijk worden weerkaatst en weer opgevangen, waarmee uiteindelijk een dwarsdoorsnede van de ondergrond wordt gemaakt. Het refractieonderzoek. De trillingen worden opgewekt door een thumper, oftewel een weight drop. Zwaartekrachtmetingen, de functie waar ik eigenlijk voor was aangenomen. Het meten van aardmagnetisme behoorde ook tot mijn takenpakket. We hadden vaak lekke banden. De mijnopruimingsdienst. In de oorlog met Israël is er flink wat rotzooi achtergebleven. Met behulp van een bulldozer wordt het terrein wat meer begaanbaar gemaakt. Een gebied met allemaal versteend hout. Ontmoeting met een lokale woestijnbewoner. En hier dan de landmeters, die de alle seismische lijnen uitzetten. En let erop, ze werken met theodolieten, want GPS bestond toen nog niet. We kwamen zelfs op plaatsen waar men niet met 4-wheel drive omhoog of omlaag kon, dus moesten we terugvallen op de hulp van kamelen. Thank you.
dit is de hoofdweg tussen de Nijl en Savarana, dat aan de Golf van Suez ligt. Het plaatsje Beni Suef, dat aan de Nijl ligt. Een van mijn vele verkenningstripjes besloot ik de piramides van Giza te bezoeken. Toeristen waren er wel, maar in kleine getalen. Met collega Ian Hudson, die overigens een jaar later kwam te overlijden toen ik hem afloste in Bangladesh, gaan we eens lekker op flycamp, oftewel kamperen. Met een ferry steken we de Nijl over. En dit is nou kamperen. De Golf van Suez nabij Savarana. Zo komen we onderzoekend weer bij de Nijl. En zo komen we weer terug in het basiskamp. Gravy, het verloren puppietje dat we in de woestijn vonden. Op mijn terugreis naar Nederland voor mijn verlof moet ik onderweg even via Turkije, Ankara, om een pakketje af te geven. Om daarna door te vliegen naar Nederland en even lekker op adem te komen.